Wanneer je weet met welke opleiding je wilt starten, meld je dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 1 mei aan via StudieLink. Aanmelden kan voor meerdere opleidingen tegelijk. Let op, een paar opleidingen hebben aanvullende eisen. Check daarvoor fontys.nl/selectietests. 3 maanden voordat je opleiding start, vraag je bij de dienst uitvoering onderwijs studiefinanciering aan. Dit doe je ook als je nog niet weet of je geslaagd bent of als je nog niet zeker weet of je bent toegelaten tot de opleiding van jouw keuze. Ben je gezakt of besluit je toch een andere opleiding te gaan doen? Geef je wijzigingen dan zo snel mogelijk door aan DUO. Wij vinden het heel belangrijk dat je met een fijn gevoel aan je studie begint. Daar helpen de studiekeuzecheck en het bijbehorende check-in gesprek bij. Hoe werkt het? Na aanmelding in StudieLink krijg je een uitnodiging voor een gesprek en beantwoord je een paar vragen over de stappen die je hebt gezet om tot deze studiekeuze te komen. Op basis hiervan krijg je een serieus en goed onderbouwd studieadvies. Bij aanmelding voor 1 mei is dit advies niet bindend. Jij bepaalt uiteindelijk zelf wat je ermee doet. Blijf je thuis wonen of ga je op kamers? Met het studentenreisproduct reis je tijdens je studie gratis of met korting met het openbaar vervoer. Aanvragen doe je via DUO. Dit doe je voor de zomer, zodat je je OV-kaart op tijd in huis hebt. Je krijgt automatisch een weekabonnement, maar je kunt gratis wisselen naar een weekendabonnement via Mijn DUO. Gefeliciteerd! Je hebt je keuze gemaakt! Nu heb je alle tijd om je te oriënteren op een kamer en uit te zoeken hoe je met het openbaar vervoer of de fiets bij jouw opleiding komt. Vergeet vooral niet om alvast de data van de introductie in je agenda te zetten. Kom je bij Fontys studeren? Dan kun je alle informatie voor een goede start van je studie vinden op fontys.nl/goedestart.